naar een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van lage lettertijd. Op veel plekken in Nederland werken beroepskrachten en vrijwilligers samen om lage lettertijd terug te dringen. Een goede taakverdeling tussen hen is daarbij belangrijk. De CED-groep Rotterdam en Rotterdam School of Management deden in opdracht van het NRO onderzoek naar hoe beroepskrachten en vrijwilligers deze samenwerking zelf ervaren. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek delen we met jullie in dit filmpje. Beide groepen zijn over het algemeen tevreden. Beroepskrachten iets meer dan vrijwilligers. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat ze in de beroepskrachten een vast en zichtbaar aanspreekpunt vinden. Vrijwilligers vinden het prettig om voeling te houden met de taalorganisatie. Het is belangrijk dat training en intervisie maatwerk is en aansluit bij de behoeften en ervaring van vrijwilligers. Zo raken ze echt geïnspireerd en geïnformeerd. Vrijwilligers mogen nog meer als volwaardige partners gezien worden binnen de organisatie. Door hun directe ervaringen met taalleerders hebben ze namelijk een unieke en waardevolle inbreng. Er mag meer gebruik gemaakt worden van hun talenten, ideeën en netwerk. Organisatieregels, zoals niet bij deelnemers thuis afspreken en emotioneel afstand houden, kunnen voor vrijwilligers in de praktijk voelen als lastig en onnodig. Als taalleerders kleine kinderen hebben, is thuis afspreken de meest logische optie. En een band ontstaat er vaak toch tussen vrijwilligers en taalleerders. Daarnaast ervaren vrijwilligers dat een jaar vaak te kort is om een deelnemer echt op de rit te krijgen met de taal en zouden ze graag langer doorgaan. Soepelere organisatieregels, die rekening houden met hun ervaringen, kunnen het werk van vrijwilligers nog waardevoller maken. Vrijwilligers doen hun werk met plezier en trots. Waardering voor hun werk zit hem niet in betaling, maar in andere dingen. In serieus genomen en betrokken worden. In goed materiaal om mee te werken. En geen fotocopieën van fotocopieën. En bijvoorbeeld een klein budget om wat leuks te kunnen doen met hun taalleerder. Vrijwilligers zijn geen onbetaalde beroepskrachten. Ze voegen iets extra's toe aan de organisatie. Als dat in kaart gebracht wordt, kan hun potentie optimaal benut worden. En als er binnen organisatieregels ook meer oog is voor hun ervaring, kunnen vrijwilligers en beroepskrachten zich samen nog beter inzetten om lage letterdheid terug te dringen.